Bas, wat heb je meegenomen? Ik zat van de week thuis op de bank. Ja. Daar kwam de postbode aan. Een pakketje. Zalando. Weet je hoe ze dat noemen? Beermeel. Oh. Ja, het was een doosje, ja. Twee biertjes, een mooi glas, mooie viltjes. Nou. En een kaart, en die wil ik je graag even voorlezen. Helemaal compleet. Mooi, Eem. Superleuk dat je onze Groningse graansilo biertjes wilt reviewen. Wij horen graag wat je ervan vindt, dus tag ons vooral op Instagram. Groningse groetjes, team Graansilo. Nou, wat leuk. Hey, kun je wat vertellen over dit biertje, Bas? Het blijkt dus dat de Groningers kunnen stemmen wat zij in het biertje willen terugzien. Nou, dat kan niet meer goed zijn. Dus wat wij zo meteen gaan proeven... Nee, sorry. Ja. Dat wordt gewoon bepaald door onze regisseur die op een woonboot in Groningen zit. Gut. Ja. Theo, jongen. Ja. Theo. Wat heb jij gestemd? Ik ben wel benieuwd. Wat ga jij ons laten proeven, Oet? Ik ben heel benieuwd. We hebben hier twee blonde, zie ik. En wat is dat voor iets? Ja, dat is een triple. En weet je wat wel leuk is? Op het flesje staat, want het staat dan hier net toevallig niet op. Kijk, de blonde. Ja. Die heeft de eerste prijs gewonnen op het bierfestival in Groningen 2019. Verrek. En dat vind ik wel mooi. Kijk, dat moet er goed zijn. Dat is wel leuk. Hey, Nordi. Het biertje. Door en door Groningers. Dat is een slogan. Ja. Want het wordt dus gekozen door 70 Groningers. Ik vind wel grappig, Bas, dat ze qua kleur niet zoveel verschillen. Moet je kijken. Ik had die trippel wel wat donkerder verwacht. Jawel, hè? Wat ruik jij, Nordi? Ja, een blond biertje. Ja? Ja. Ik ruik een vruchtensapje. Een vruchtensapje? Ja, dit is echt maar dat is een trippel. Dat is toch wat meer kruidachtig? Dat is een vruchtensapje. Oh ja, verrek. Een beetje dubbeldrankachtig bijna. Ja, dubbeldrank. Met van die velletjes onderin. Ja. Als je het pak niet goed schudt. Ja, dit ruikt gewoon een beetje naar een Duitse Weizen of zo. Als je die eerst proef ik eens deze. Ja. Prut. Proost. Hij smaakt niet naar dubbeldrank. Deze smaakt ook niet naar Weizen. Nee? Nee. Ik vind het lekkerder dan een Weizen. Ik heb toch wel echt een trippel in mijn mond, hoor. Ja? Ja, zeker. Dat is wel wat anders. Ja. Echt een fruitsmaakje. Dan zou je eerder bij een soort IPA verwachten. Met toch nog een beetje hop in de keel wat achterblijft. Oh! Goeiedag, Heem. De giet van Gogh. Ah, wel lekker. Hoe heb je dit gehangen? Oh, zoiets. Zoiets. Ga hem hoger. Die blonde. Het is gewoon echt een blond biertje, maar het is niet zo'n radlerachtig iets. Het blijft wel bier. Dat vind ik wel fijn. Ja, dat vind ik wel fijn. Het is niet zo'n. Ik ben er nu ook heel benieuwd naar. Zo'n nep. Zo'n sinaas, bitter sinaasje. Daar ruikt het wel naar. Ik mis toch een beetje karakter. Ja, maar het is een blond biertje. Ja, maar het kan toch wel iets uitgesprokener zijn? Ja, oké. Voor een eerste prijs. Ik vind dan de triple meer. Ja, die heeft zeker meer smaak. Ja, ja. Daar hebben toch echt wel de Groningers wat van hun laten weten. De 70 man die mochten beslissen. Daar heeft Oet gezegd van er mag wat meer anijs in. Ja, waar hou jij meer van? Wat zou je eerder gaan drinken op de bank? Ja, in principe vind ik een blond biertje gewoon lekkerder. Gewoon simpel, dat drink je zo weg. Ja. Maar wat je zegt, er zit niet zoveel karakter in, dus ik zou die triple eerder pakken. Als ik moest praten over een biertje met iemand, zou ik ook de triple erbij pakken. Als ik na een avond, een lange werkdag, lekker op de bank ga zitten en ik wil gewoon even nergens meer over hebben. En ik wil gewoon even een goed biertje hebben, het gewoon even lekker makkelijk wegdrinken, dan zou ik inderdaad die blonde pakken. Dus, ik weet niet of jij het ook wil, maar ik wil Graansilo ontzettend bedanken. Dank jullie wel. Voor het sponsoren van deze biertjes. Het was een genot. Ja. Maar je geniet er nog even door. Jongens, tot kiekers. Adios. We'll be right back.